Hallo lieve kijkers van de Stofjes, een hele goede dag. We gaan vandaag een motorritje maken samen met Fabienne. Die heeft een nieuwe helmcover gehaald. Nou, dan gaan we eens een klein ritje maken richting Uden, waar mijn nichtje woont. Zo, gaan we even een paar bochtjes maken. Om dan uiteindelijk een leuk ritje ervan te gaan maken. Het is wel lekker weer, dus we kunnen gerust eventjes met de helm openrijden. En in ieder geval, het is droog. Even een bochtje naar links. Oude speeltuin, weg vooruit. Oude huis waar ik geboren ben. Ooit, lang geleden. Nou, dan zullen we eens even kijken of we ook nog wat reactie krijgen vanuit mensen. En dan gaan we hier weer een bochtje naar rechts en een bochtje naar links. Heel mooi, lekker rustig aan. Oh, fietsers, kijk. Hey, ja, een reactie. Kijk, dat is leuk, daar doen we het voor. Nou, even links-rechts kijken, rechts-links kijken, komt niks aan en door, maar gassen. Het is toch hartstikke leuk. Lekker op de motor met z'n tweeën, even een ritje maken. Zo, nou, goeiedag fietsers. En we zullen weer eventjes in. Oh, hobbeltje. Hobbeltje af. Ja, dit is leuk. Dit maakt mooie rijden, motorrijden weer interessant. Nou. Oh, rustig aan, hobbeltje. Rechts kijken. Nee, komt niks aan. En door. Ja, ja. Miep. Dit zijn dan van die leuke dingen. Nou, eventjes omdraaien. Kijk, daar hebben we. Ik zal het lekker voorop. En de helmcover. Dag Fabienne. Het is toch zo leuk. Dan zie je af en toe zie je zijn oortje wapperen. Grappig. Dit is echt geestig. Nou, je ziet wel meer van die mensen met van die helmcovers. In allerlei soorten en maten. Nou, dit is natuurlijk Stitch, van Lilo en Stitch. Die vind ze helemaal geweldig. Ze staat best wel favoriet van Stitch. Ja, dit is leuk. Oh. Hoppa. Daar van die vluchtheuveltjes. En daar gaan we op weer verder. Bruggetje over. Kunnen een klein beetje gas geven. We zijn ook buiten de bebouwde kom. Ja. In ieder geval zo, dag! Recht vooruit, recht zo die gaat. Tada! Zoals sommigen misschien wel of niet weten, ik rijd nu op een Kawasaki VN7,5. Twee cilinder. V-twin, noemen ze dat ook wel. En ja, die rijdt super. Ik vind hem lekker. Hop, weer een heuveltje. Dit is een normaal gesproken 60 kilometer weg. Ja, rijden natuurlijk wel een beetje gepast. Ja, en twee vingers. Voor jij nou een keertjes. De omgedraaide pies. Past allemaal bij elkaar. Ja, is lekker zacht van Jenne. Dit is leuk. Dit is leuk.
wat ik eigenlijk niet moet doen, maar toch doe ik eens een klein beetje klooien met de telefoon. Ik kan mijn telefoonhouder erop zetten, want ik probeer met de telefoon ook nog wat beelden te maken. Alleen ik krijg hem hier toch niet echt aan. Ik heb natuurlijk handschoen aan. En dan reageert de telefoon natuurlijk niet altijd even snel. Dit mag officieel natuurlijk niet, hè. Dit mag officieel niet. Maar goed, ik heb hem niet vast. Ik heb hem niet vast. Dan komt daar een stukje. Ik zou je daar niet laten zien wat het nou voor een beeld geeft. Telefoon op de motor. Is niet helemaal fijn. Wat ik hier nu film is met de GoPro. Die heeft zo'n stabiliteitsprogramma erop zitten, waardoor je dus, al heb je trillingen in je motor zitten of wat dan ook, die het gewoon perfect stabiliseert. De telefoon is niet wat het is. Ik zal je daar straks iets van laten zien. Sterker nog, ik ga dat nu even laten zien.
hobbelig weggetje in. Wow. Zelfs de GoPro heeft daar af en toe wel last mee. Maar dat is niet erg. Is maar een klein stukje. Hop. En ook eventjes. Hop hop. Stitch, hoe is het met je oren? Nou ja, wel leuk. En nog steeds krijgen we onderweg af en toe reacties die ik moeilijk kan filmen omdat ik natuurlijk met rijden ben. Maar af en toe een duimpje omhoog of gewoon een lach op het gezicht of iets dergelijks. Dat is gewoon super leuk. Dat is dan eigenlijk het lastige als je zelf geen communicatie hebt. Of geen intercom hebt naar elkaar toe, dat je dit af en toe wat lastig is. Maar goed, die gaat er vast wel een keer komen. En dat gaat allemaal een stuk makkelijker. Kun je iets makkelijker met elkaar communiceren. Maar dat maakt niet uit. Aan de andere kant heeft het ook alweer zijn dingetje. Hij heeft een beetje het motorrijden, dat je niet alles super lief hebt.
Ik had me gezegd dat ik wel bloedserieus ben. Zoals ik mezelf zie, bloedserieus, geconcentreerd. Natuurlijk, ik moet erop blijven letten op de motor. Maar misschien ook wel eens een keer van kan lachen. Zagen we inderdaad een eekhoorntje lopen. Toen ben ik heel rustig. Ik ben erheen gereden. Ik zal het even laten zien. Oh, nu moet een keer gesmeerd worden. En als je goed kijkt, zien we dadelijk een klein eekhoorntje. Vlak bij die boom. Dat is een klein eekhoorntje. Ja, het is moeilijk te zien. Maar... kijk, hop hop hop, daar gaat hij. Eekhoorntje, leuk. Blijkbaar zit hij daar in de buurt, dus reed met regelmaat. Nou, ik kon hem niet meer zien, ik kon hem niet meer spotten. Dus zijn we doorgereden. We waren toch vlak bij mijn netje. Dus we even doorrijden. En Nick die de tuin een beetje aan het doen was. Hij was weer bij een voetballer bezig, dat gewoon veel was bij een of andere wedstrijd. Hij blijft maar bezig. Ah, ik zie het. Maar goed, geef niet. Ik ga toch even fietsen, man. Nick was lekker aan het plukken. Lekker bezig, Nick. Nickje vond het keileuk. De dochter vond het keileuk dat we er geweest waren. En ja, dit is gewoon grappig. Nou, dan gaan we proberen te starten. En dat mislukt een beetje. Ik weet niet wat er even aan de hand was. Maar goed, uiteindelijk deed hij het toch wel. Dus hebben we onze reis weer voortgezet. Yes, yes. Daar gaan we. Boom. Oh ja, en zoals je ziet hebben we de GoPro op een stick gezet. Hierdoor kunnen we even andere beelden maken zoals ze gewoon zijn van de voorkant. Dan een klein beetje, kijk. Dit soort beelden, leuk. Ik moet zeggen, ik vind dit wel de meest leuke beelden eigenlijk. Die proactieve beelden. Dan neem je hem eigenlijk vast op je stuur af staan.
drukte ja, hier. Het was hier een klein beetje druk bij de kruising, dus je moest even rustig wachten. En volgens mij kwam hier daar onder zo'n rare auto aan die even binnen door wilde gaan. Volgens mij moest ik hier dadelijk een klein beetje naar rechts. Kijk, kijk, kijk. Ja, want er was er eentje zo. Die, 1, 2, ja. Ja, zie je wel. Ja, toch even vriendelijk zwaaien. Even een tuttetje geven. Naar de koffer. Ik heb even de telefoon gedaan. Blijf het leuk vinden. Papa. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, dat moet even vast. Maar ze hadden natuurlijk de GoPro vast en we staan met de motor, dus ik kan niet zomaar aan de kant gaan en gaan staan. Ja, dat kan eigenlijk wel, maar ik had daar niet zo heel erg veel zin in. Dat komt dadelijk wel. Hier zijn we aan het rijden richting het centrum van Uden om het rondje even mooier en leuker te maken. Klein beetje langs de winkelstraatjes op. Zo leuk om daar ook even langs op te rijden. Maar goed, zometeen. Kijk, natuurlijk, ja, dat moet vastzitten, maar dat komt dadelijk wel. Kijk op de achtergrond, dat groepje wat daar zit, dat had wel een leuke aandacht voor Fabienne. En dat vond Fabienne eigenlijk wel een beetje awkward, maar het was wel leuk. Ja. Is er Ellie on the track? Zelfs dat we dat toch weg kunnen zo? Zelfs toch altijd? Ja. Zoals je ziet, kregen we nu even kort gezelschap van de motorrijder Stur. Het bleek een Stur te zijn. En hij had ook wel een nice motor. Volgens mij was het een BMW. Een Naked.
Ah, die reed ook wel aardig door. Maar goed, helemaal een tijdje achter ons gezeten. Dat is heel erg lang. Hier kun je dus merken dat als je 80 rijdt met een beetje wind tegen, dat het dan wel invloed heeft op je geluid van de GoPro. Dus dan drukken we hem een beetje weg met een geluidje en de muziek. Zo. Peace.
Ja, en zo. Ook een vervent motorrijder samen met Marvin. Dus ik hoop dat we eens een keer samen kunnen gaan rijden. Dat zouden we wel leuk vinden. Samen met die twee, eventueel met de Nick Romero en natuurlijk ook Radgan. Ook een ander motormaatje. Ze zijn al best wel wat bekende Nederlanders die een motor hebben. Zelfs volgens mij Rico Vroeven heeft ook een motor. Die is ook van motorrijder. En volgens mij ook een Duke. Ja. En zijn moeder, Irma, of van motorrijder. Dus ja, het zou op zich wel een keer leuk zijn als ze zoiets zouden organiseren. Ik zou het wel kunnen waarderen om dat eens een keer te gaan doen als motorrijders. Van die BN'ers bij elkaar om dan een rondje te maken. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Maar ja, je weet het niet. Nou is het natuurlijk wel zo dat zij allemaal wel een beetje een racertje hebben. Naked of iets dergelijks. En dan kom ik aan met een 2-cilinder. Met een custom VN 7,5. Dat is natuurlijk wel een heel ander soort motor als we zijn gereden. Maar het gaat uiteindelijk over het motorrijden zelf. Wat voor motor je hebt. Motorrijden is gewoon lekker om dit dan eventueel gezamenlijk te doen. Dat is het verschil. En toen spotte Fabienne een C-vliegtuig. Want we zitten vlakbij Volkel en daar hebben ze een zweefvliegclub. Die dus ja, daar natuurlijk kan zweefvliegen. Ja, erg bijzonder.
ben en wat moeilijk kreeg met hem, heb ik hem weer op de motor gezet, de GoPro. En zou dat de stick vasthouden met de wind heeft af en toe. Nou ja, wat een raar gezicht. Chappie. Oh, hou het nu een keer moeilijk doen. Het moet niet gekker worden. Het moet niet gekker worden. Goed, ik ga naar het einde van de lastige arm en we boven op de studio gezet. We gaan kijken van dit soort gekke tafereel. Dus niet bij. Zo, nou, dat was het dan weer voor vandaag. Dit was de vlog, de motorvlog met de koffer voor Fabienne. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en dan zeg ik tot de volgende keer. Dit is de allereerste keer dat ik dit doe met de voice-over. Is niet even wennen voor mij. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval hebben genoten van dit nieuwe stukje. Dus nogmaals even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Hopelijk tot de volgende keer. Ik zeg een hele korte gedag en ciao.